50 meter nog. De start is gevallen. Just Dream begint wel in draf, maar ligt wel een stukje achter het veld. Galoppade van French Kiss HR. Just Dream dus in de achtervolging. Galop nummer 3. 20 meter is de achterstand. En zo zijn de deelnemers op weg naar de eerste bocht. En Jackie Crown is daar als eerste. Jackie Crown, die neemt de leiding met Lindsey Pegram. Daarachter op de tweede plaats Joe Black. Iedereen is al aan het omkijken. Aan de buitenkant gaat naar voren Kia Ora. En die gaat nu in de achtervolging op het paard dat derde ligt. En dat is Ida Swagerman. Just Dream alweer aan de start van het veld. Voorlaatste is Jari El Petnik. En Just Dream gaat gelijk door naar het tweede spoor. En gaat het veld nu al voorbij. Gaat in de start van het veld in een rush naar voren. En zal heel snel in de kopgroep opduiken. En die kopgroep die wordt steeds compacter. De leider is nog altijd Jackie Crown. Galop nummer 6. Daarvan Joe Black die niet te regelen was door Jaap van Rijn. En weer van de benen gaat. En zo gaan de deelnemers de linkerbocht opzoeken. En daar komt Kia Ora zometeen de leiding overnemen. Kia Ora, maar als Langeweg achterom kijkt, zal die niet blij zijn. Achter hem ligt Just Dream. En daarachter aan de relingzijde Jackie Crown. Daarachter ligt Ida Swagerman. En zo gaan de paarden de bocht door. Andere paarden liggen daar dan aangesloten achter. Jariel Petnik aan de buitenkant. Die gaat ietsje naar voren. En aan de relingzijde Jannie van Tim. Ze zijn de paarden in de rechterlijn voor de tribune. 16-1 was de opening. Dan heeft Just Dream dus al aardig wat gedaan om daarbij te komen. En die gaat nu in de aanval op de leider en die springt weg. De leider aan de relingzijde van de benen, Kia Ora. Uitgeschakeld nummer 8, galop nummer 8. En Just Dream nu ineens makkelijk aan de kop gekomen. Heeft een lengte of 3 voorsprong. Jackie Crown ligt tweede. Ida Swagerman derde. Eerste paard aan de buitenkant. Vierde is Jariel Petnik. En vijfde is Jannie van Tim. Zo gaan de paarden de rechterbocht door. En de leiding in handen dus van Just Dream. Just Dream wordt gevolgd door de trainingsgenoot van de tweede favoriet van de beniging, Jackie Crown. Die kan de stal eer nog gaan redden. Maar dan moet hij straks wel die Tesla nog voorbij. Gaat hij wel proberen, want Jackie Crown sluit aan op de rug van Just Dream. Paard in de rechterlijn overzijde. Tussentijd was 18-7 en het tempo is op dit moment ongeveer hetzelfde. Het zal niet heel veel harder gaan op weg naar de laatste bocht. 18 rond. Paarden gaan op weg naar de laatste bocht. Just Dream leidt. Just Dream, Jackie Crown. Buitenkant Jari El Petnik die een hele beste koers loopt. Daarachter Jannie van Tim die aan de buitenkant naar voren gaat. En aan de binnenkant Ida Swagerman. Die 5 paarden dicht bij elkaar gaan de laatste bocht door. En inmiddels zijn ze halverwege de Tjarda bocht. En daar leidt nog altijd Just Dream. Just Dream leidt. Daarachter op de tweede plek Jackie Crown. Die wil de aanval nog wel even gaan openen. Maakt zich daar nu ook klaar voor. En krijgt ook de ruimte van Jariel Petnik. En zo zijn ze in de laatste rechte lijn. Just Dream gaat nog een aanval krijgen van Jackie Crown. Jackie Crown aan de buitenkant. Just Dream aan de relingzijde. Just Dream nog altijd anderhalve lengte. Aan de buitenkant komt ook Jannie van Tim nu hard op. Het is nog altijd Just Dream die leidt. En Just Dream gaat winnen. Wat een paard is dat zeg. Tweede plek daarachter Jannie van Tim. En de derde plek is voor Jackie Crown. Vierde Jariel Petnik.